Ik vind het leuk aan judo, vind ik het spelletje om iemand gewoon... Iemand probeert jou op je rug te gooien, maar jij probeert hem ook op zijn rug te gooien. Dus de strijd die je hebt om elkaar te gooien vind ik ontzettend leuk. Mijn sterkste punten zijn mijn lage worpen. Heel veel zoeken body-to-body op. Dat zijn de Russen en de buitenlanders eigenlijk erg goed in. En ik moet het hebben van mijn snelheid. Dus niet echt kracht, maar vooral techniek. Alles voor de sport, ja. Mijn studie draait om de sport. Ik heb zitten in een speciale klas, zodat ik mijn sport beter kan combineren. En dan zit ik bij het nationale team en daar trainen we gewoon 2 keer per dag. Hij weet precies wat ik wel en niet kan en waar ik wel goed in ben, wat nog beter moet. Dus ja, ik kan ontzettend veel van hem leren, ja. Yannick's sterke kracht is vooral zijn doorzettingsvermogen. En hij leeft en doet alles voor het judo. De Olympische Spelen is uiteindelijk het doel, op lange termijn. Je moet blijven ontwikkelen om daar te komen. Ja, dus het is wel realistisch, we moeten wel hard voor blijven werken.